Wie of wat is de grootste bron van ellende in het bedrijf? Ja, wacht, ik hoor het. Hè. Wie zei het? Ik zei de baas, maar ik bedoel de baas. Ja, ja, de baas. En u pakt... Ja. Hoor, de baas, hè. Voilà, dat is de grootste bron van ellende op nummer 1. Alleen met de ene baas heb je meer miserie dan de andere. En op een bepaald moment ben ik mij zo gaan afvragen op mijn werk. Met wat voor type baas heb je nu eigenlijk de meeste miserie? Nu, daarvoor moet je eerst weten wat voor type bazen er zijn. Weten jullie wat voor type bazen er zijn? Nee. Wacht, ik ga het jullie uitleggen. Wacht. Kijk. Als je een complex probleem hebt, hè, type bazen kunnen er heel veel zijn, maar als je een complex probleem hebt, jullie weten dat waarschijnlijk in de softwarewereld, wat doe je dan? Dan tekent je een assenkruis. Tekent gewoon een assenkruis. En dan heb je twee assen, hè, twee variabelen. En dan stelt je u een vraag waarvan dat je het antwoord zelf kunt zien of waarnemen. Ja? En zo vereenvoudigt je je model. En we gaan dat nu eens doen. We gaan eens kijken naar een mannelijke baas. We gaan eens kijken wat voor type mannelijke bazen er zijn. Het is een mannelijke baas. Nu, wat typeert een mannelijke baas visueel? Wat typeert een mannelijke baas? Dat is heel simpel. Welke vraag stelt u? Heeft hij een BMW? Of heeft hij geen BMW? Ja? Daaruit kun je al heel veel opmaken. Hè? Of ze een BMW hebben of niet. Ja? En een tweede vraag die je kunt stellen. Is mijn baas er altijd en overal? Of is hij er nooit? Ja? Nu krijg je vier type bazen. Ja, we gaan nu eens kijken. We zullen misschien hier eens beginnen. We gaan eens kijken. Met de baas heeft geen BMW en hij is er altijd en overal. Hoe moet je dat zien? Dat is zo'n baas, 's morgens om 7 uur, je wilt dus vroeg beginnen met werken en zijn lik brandt al op kantoor. Hij is al bezig. Ja? En het gebeurde is dat je 's avonds een project moet klaar hebben, dat je tot 10 uur blijft, dat je echt lang aan het werken bent. En die baas, zijn licht brandt nog altijd, hij is nog steeds aan het werken. Ja? En toch heeft hij geen BMW. Maar wel een degelijke auto, een Duits merk, een kwaliteitsmerk. Gezinswagen, typische gezinswagen. En hij is er altijd en overal, geen BMW. Wat voor baas is dat? Dat is ene met een slecht huwelijk. Die mens heeft een slecht huwelijk. Overal is beter dan thuis. Ja? Nu, met die bazen heb je weinig miserie. Die hebben thuis al miserie genoeg. Ja. Oké. Okay. We gaan eens kijken naar het volgende kwadrant. Hè. Hij heeft geen BMW en hij is er nooit. Dat je denkt van, hoe is die mens hier baas kunnen worden? Ik zie hem nooit. De laatste keer dat je hem hebt gezien, was op een sollicitatiegesprek. Hij stopt hem heel goed weg. En hij heeft geen BMW, echt een simpele auto. Het kan hem ook niet schelen. Hij ziet er een beetje onverzorgd uit, een stoppelbaard. Wat voor baas is dat? Dat is ene met een drankprobleem. Dat is wel gemakkelijk. Je weet altijd wat je moet kopen voor zijn verjaardag. Ja? Oké, okay. We gaan nu eens kijken naar de bazen met wel een BMW. Zijn er hier managers die een BMW hebben en daar nu nog trots op zijn? Nooit. Ik heb nooit mensen met een BMW in mijn zaal. Ik weet ook niet hoe het komt. Maar we gaan eens kijken. Hè. De baas met een BMW en hij is er nooit. Hoe moet je dat zien? Echt een dikke BMW. Zo'n grote, zo getinte ruiten, brede velgen. Een chique BMW. Minimum een 5-serie of zo. En die mens is er nooit. Wat voor baas is dat? Een beetje met een verhouding. Ja, inderdaad. Die heeft een affaire. Die heeft een affaire, ja, is er nooit. Dat kan zijn extern, maar dat kan ook zijn intern, met die secretaresse die er nooit is. Dat kan. En dan gaan we nu eens kijken naar het laatste type. Die heeft ook de BMW en is er altijd en overal. Hoe moet je dat zien? 'S Ochtends, je komt aan op je werk en je wilt zo op je gemak beginnen, maar hij zit al op je bureau. Want hij heeft een fantastisch idee. Oh, ik heb een idee. Echt geweldig. Je moet eens luisteren naar mijn idee. En 's middags, dan wilt je op je gemak lunchen. En je zit op je gemak je boterhammen op te eten. En hij is daar weer. Zeg, ik heb weer een idee.
Oh man, dat is echt nog een beter idee van vanochtend. Voor de mensen die het niet doorhebben, mijn baas met een goed idee is altijd meer werk voor u. Ja? En 's middags, je wilt op je gemak zijn, ga even op het toilet zitten. En hij klopt op uw deur. Ik heb nog een idee. Ja? Zo'n baas. Hij is er altijd en overal. En hij heeft echt een dikke BMW. Maar meer zo'n sportmodel. Zo. Decoupé zo, getint eruit, een brede velgen. Chique BMW. En hij is er altijd en overal. Wat voor baas is dat? Ik ken hem niet, maar waarschijnlijk valt hij dan in deze categorie aan jullie reactie te horen. Dat is dan een IM. Een irritante mens. Ja, dat is echt... Dat zijn de problemen. Dat zijn de probleembazen in een bedrijf. Daar heb je altijd miserie mee. Weet je, ze noemen dat ook de zeemeeuwmanager. Ja? Want die komen aangevlogen zo. Ze delen aan iedereen hun shit uit. Gij dit en gij dat. En iemand anders mag het opruimen, want hij is weer weg. Ja? Als je zo'n baas hebt, maakt dat je weg bent. Hè?